Standvast Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvast Radio. Sabi, sabi. Abe opo de verstaan. Di denne be mamoro de trote na lo man ozo. A denne pina fansima e peti no bende fusoso. La male ki luwi du de ko opo wi ai. Make we let it for petty ji we let it make we go and drink and dry. Trotapun no prati nanga let this something that make you a gari and then Louis Duta. Wajaja sarama Louis Duta. Wajaja sarama Louis Duta. Wajaja sarama Louis Doodle, Wanjaja, Sernaman. En voor hem kwam Anton de Kom. Dat zijn die riffel tijdman, die riffel nummers draaien we hier allemaal. Oula, maar riffel. Maar het is geen revolutie. Totaal, nee, mensen vergissen zich en roepen het steeds revolutie. Het was geen revolutie, het was een ordinaire staatsgreep. Een regering gekozen door het volk, omvergeschoten door, ik dacht 16, een groep van 16 militaire onderofficieren. Dat is geen revolutie, dat is een coup. Je hoort ook mensen praten over 8 december gebeurtenissen. Nou, in het Surinaamse wetboek van strafrecht is er geen, heb ik nooit van het woord gebeurtenissen gehoord. En daar dat zo kan strafbaar worden, kan helemaal niet voor gebeurtenissen. Nee, er is een woord in het strafrecht wat echt strafbaar is en dat is moord. Daarvoor zijn mensen veroordeeld. Oké, en je hebt mensen in Suriname die luisteren naar dit programma, zoals een collega van ons, André Kabeli. Hij is in Suriname op dit moment en ik bedoel, die man zit in Suriname, maar hij kan niet zonder Standvast, kennelijk zondag. Zonder Standvast is geen zondag. Goedemiddag Frans, de wisselkoers is 1 euro, voor 1 euro krijg je 10 euro, nee, voor 1 euro krijg je 10,80 SRD. Gisteren heb ik gewisseld. Bij Surichange is het 1 op 9. Bij Hai de Vries is het 1 op 9,70. Op straat is het 1 op 10,80 of 1 op 11. Maar noem de namen... Oh, Jezus, man. hij stuurt ook, zeg maar, noem de namen van de bedrijven niet. Sorry, ik heb ze al gedaan, jongens. Dat zijn de koers. Ik kreeg ze. Ik vroeg iemand wat de koers is in Suriname. En hij kon het niet gelijk... Hij wist het niet. En toen heeft André mij een app gestuurd. En aan het eind zegt hij nou, maar noem de namen van de bedrijven niet. A, U, B niet. Maar ik heb ze al genoemd. Ik ga ze nog een keer noemen. De wisselkoers voor ons, André, die gisteren gewisseld heeft. Die man is uit Rotterdam en hij zit in Suriname. Dus hij heeft wat te besteden. Ja, toch? En hij is gaan wisselen. Ik weet niet hoeveel duizenden euro hij heeft gewisseld. Maar hij kreeg voor 1 euro kreeg hij 10,80 cent SRD gisteren. En bij... Ik ga nooit namen noemen, Surichange. Er zit 1 op 9. Bij AJ de Vries is het 1 op 9,70. Op straat is het 1 op 11. En ik mocht de namen van de bedrijven niet noemen. Ter verduidelijking, 1 op 10,80 is op straat. Op bepaalde hoeken is op 1 op 11 voor de euro. Surichange 1 op 9. AJ de Vries 9,70. Nou weet je dat. Dankjewel voor jouw informatie. En ja, ik zie geen reden waarom ik de namen niet mocht noemen. Hé, hey, weet je wat ik dacht? Ik praat zo vaak met politici. Heel vaak. En meestal komt er niet zoveel uit als je met politici praat. Dus ik kies nu om met
niet normale burgers hoor, maar kritische burgers te praten nu. Mensen die iets te melden hebben, die ik vaak voorbij zien komen op internet, op social media. Ik ga zo iemand bellen. Ik ga contact zoeken met, hoe heet deze man weer? Poepa noemt hij zichzelf. Ja, Henk Pandey, Poepa, dat is een hele kritische burger. Meneer Pandey, goedendag, Henk Pandey, Poepa, dat is zo wat je genoemd toch op social media? Jawel. Zo staat de bekendheid, de beroemdheid, laten we het zeggen. Hey, hoe vijf je naar politiek Suriname? Nou, gevaarlijk. Dus ik was net een week terug, ben ik nou 3 dagen teruggekomen. Ik was voor 6 dagen. En trouwens, mijn bedrijf is daar hoor. Iedereen kent RKS Trading, Roma International. Maar het politiek Suriname, ga ik u zeggen, Nederlands of Nederlands kunnen we praten? We zitten op Stamvaste Radio, dus graag combinatie van alle twee. Prima, want weet je, je hebt mensen ook die analfabeet is een beetje ruwe, zeg maar. Ze verstaan het niet, dus. Maar goed, we gaan eerst Nederland. Nou kijk, Surinaamse politiek is een heel vieze, vuile politiek, vooral op het moment nu. Ik ga niet zeggen dat Bouterse het niet goed gedaan heeft. Ik ga ook niet zeggen dat hij het toen in het begin slecht gedaan heeft. De eerste termijn toen hij zat, 10 jaar terug praat ik, in het begin heeft hij wel het een en ander gedaan voor Suriname. Maar de belofte wat hij gedaan had, tijdens Venetiaan heeft hij niets gedaan. Want hij zou de kliek van de VHP, toen de oude VHP, nu zijn er jongeren allemaal, nieuwe gezichten, schoonblad, strafblad Moderna de Man. Dan die jongeren zeg ik dat het nu compleet is. Maar van het verleden, dan maar weer roof ook toe. We moeten dingen praten en daarom praat ik altijd keihard de waarheid. Hoe die dingen zijn. In omgo tegen een partij, in omgo tjafje een partij, je moet realistisch zijn en dingen uitleggen hoe het zijn. Bouterse heeft het land en zijn bandieten helemaal leeggeroofd op het moment. Bouterse is niet iemand die een land kan regeren. Ja? Kijk, als je kijkt naar Breveld, meneer Breveld, hè, en je kijkt naar Tigri Barba, Santokhi, Gregory Rusland, heeft de man die vormen een mooi klik. Dat kunnen we het maken, we kunnen iets van Suriname maken. Kijk, de koers is 1 op 12 nu voor euro. Hè. Wij ondernemers kochten dat toen nog laatst voor 8 zoveel. En binnen 10 dagen is dat ding nu gaan stijgen naar 12, 11, 80, 12. Hè. En als je ook wil kopen, de Manabi, hoe gaan wij importeren? We moeten de zwarte marktkoers kopen om in Nederland de bedrijven te betalen. Want ze willen geen Surinaams geld. Ons Surinaams geld heeft geen waarde in het buitenland. Zelf Guyana en money op waarde in Nadorzee konden het is. Maar ons geld niet, begrijpt u? Terwijl in 1975 was ons geld hoger dan Nederlands geld. Dus als wij 1 SRD hadden, kregen wij in Nederland 2 Nederlandse gulden. Zover was het toen. Kijk waar we zijn. En dan praat men toch. Ik was helemaal niet eens met de onafhankelijkheid. Toch als we daar gaan beginnen. Maar we moeten ooit zelfstandig zijn. Maar noem je dit? De bandieten roven, die mij voeren buiten. Kijk, ik heb een lijst. Hè. Als je ziet hoeveel miljoen euro's ze in het buitenland hebben op hun rekening, die bandieten. Hè? Hoeveel miljoen, staat tot 3 miljard, sorry, die maar naar Zwitserland bang. Hè? Van waar krijgen ze dat geld? Dat moet u mij vertellen. Hoe komt ze aan het geld dan? Want het land heeft geen geld, toch? Nee, maar dat zeg je, ze hebben het kast leeggeroofd toch? En alles zit in het buitenland. Kijk, Suriname, 500.000 mensen om te onderhouden. Het is toch een schande, wap olie, wap udu. We hebben het bauxiet, nog steeds hebben we bauxiet. Alles hebben goud. Weet u wat met het goud gebeurt allemaal? Ze heeft er aan de money. Al had ik kastreserve, valuta, maar er is grote paniek in Suriname. He? 1 blik bruine bonen, jong. Venetiaan, 10 jaar, pas 10 jaar terug. Was 2 SRD 75. Nu is het 35 SRD. One blik sardine, na delicatesse noza, is er 375. Is 40 SRD. Een kip, meneer, een kip, een voorroede man om aan jang. En dit zijn dingen een week terug.
realiteit. Hè. Dit is niet om een partij te beschuldigen of dit en dat. Kijk, de grootboters, ik heb het vaker gezegd. Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Boters is voor een kwartje geboren misschien, maar is gezakt naar een stuiver. Hij weet niet hoe hij een land moet regeren. Kijk, het grootste probleem is grip hebben op iets. En grip moet hij hebben op de cambio's. Want de cambio's zijn de mensen die de koers bovenop drijven, weet je. En ze maken soms misbruik van, de mij make money. Maar de man tak de mannen VHP'ers en Express de mij doen. Wie heeft het regeermacht? VHP of NDP? Of NPR? Jij hebt de regeermacht. Als jij de teacher bent, moet jij ervoor zorgen dat alles goed naar regels verlopen. Trek de man vergunning in. Schrot de man. Dat je ze zelf zag. Maar je neemt geen maatregel. Je zou de heer die bij. Als een president, ik schaam om te zeggen, deze man had alleen maar een grote mond. Kijk, wat voor puinhoop hij vandaag van Suriname gemaakt heeft. Hè? Kinderen, jongen van 16 jaar die naar school gaan voor Tonarica s'avonds staan om een boterham te verdienen. Met mijn eigen ogen heb ik dat gezien. Hè? Dus deze dingen maken je kwaad en ik heb altijd, waarom het volk van mij houdt, ik heb meer dan 300 zoveel duizend fans. Hè? Waarom? Omdat ik altijd de waarheid praat. If you know a Hindustani, you do a fault, must suck in you. If you know a Creole, you do fault, must suck in you. If you know a Boskondre, you do fault, must suck in you. If you have idem die toe. Mijn lijn is recht. Het staatsgeld mag niet geroofd worden. Afvolleke pina. Als je naar die oude mensen gaat, thuis bij hun, in het dorp, dan heb je een goede manier, alleen go Serbios kreeg, die ei het blauwe water. Ik steun veel aan weeskinderen, weeshuizen, bejaarden enzovoort, een en ander. Dat doe ik privé uit mijn bedrijf geld. Maar goed, laat me geen minogomik minen ono. We praten over Suriname. Ja, ja, ja. Dus deze dingen hinderen mij, begrijp u? Ik zeg niet dat hij nu een Trump-president. Maar ik wil graag, als een mooie regering komt, gratis staatsadviseur zijn. En het eerste wat ik ga doen, een meeting houden met alle cambio's. Ik trek al die vergunningen in. Alle dingen moeten via de banken gaan. Niet via de cambio. En de bankrente bijvoorbeeld. Als dan goed draaien kon, dan was dan zijn ding geven. Kijk, bankrente is 13%. Wat doet een ondernemer? Hij leent geld bij de bank. Hij moet calculeren die 13% die hoge rente. Suriname is een land die aan het failliet gaan is. Een bankrente de maand jaar in contact tussen 3% en 4%. Is te hoog. Kijk in Nederland. We moeten voorbeelden nemen. Hè? Nederland is de rente nu 1,5%. 1,5% als je geld wil lenen. Ja, ja, ja. Maar omdat ze weten, Nederland wil het niet bekendmaken, maar het is ook crisis in Nederland. Begrijp je? Dus daarom moet je daar beginnen, het geldkapitaal. Je hebt geen zakken aan bank rente kon naar grond. Dat maakt je het leefbaar voor iedereen. Dat gaat 50% al helpen. Onderneming allemaal nood en dan moet je calculeren naar 13%. Begrijp je? Enzovoort. En alle levensmiddelen, wat geïmporteerd wordt, wat wij nodig hebben, dan moet jij dat bijvoorbeeld de invoerrecht vrij verklaren. Van een 10, 20 artikelen. En een afspraak maken met de ondernemers. Je winstmarge mag tussen 5 en 10% zijn. Mm-hmm. De aardappel zal in mijn 20 SRD, hij komt direct 3 SRD. Ja, ja. Vergunningen intrekken. Je moet werken aan die dingen, begrijp je? Maar in Edu, je moet me nou een kosje naar radio zijn. Je moet een populaire radiostation hebben. Maar zo'n links me nou een protectie niet meer. Omdat met dat pas aan de. Begrijp je? Look hoe abboy, kijk, je hebt mensen daar. Hè? Ik noem het. Zomaar al de leefhoogste de man is abio. Hè? Weet je hoeveel miljoenen geld daaraan gaan? Allau, lau, man, jongens. Ik had hem op 10 leefwacht. Allemaal moeten betaald worden. 24 uur leefwacht. Waarom? Waarvoor? Huh? De president mag zich bewaken, je begrijpt ook, dat we nou een president, noem maar op. Maar je nog op het duur minister 10 lijfwak, permisser op 15 lijfwak. Waarvoor? En de staat moet het gaan betalen. Tweede sens dat hij maar moest doen, de medische wereld, de medicamenten wat het volk nodig heeft, ziekenhuis, voor allereerste klas, tweede klas, derde klas, flauwekul dingen. Eén rang voor iedereen. Een president is het tapasembedi, een zwerver is het tapasembedi. Begrijp u? Iedereen, rang van gelijke rangorde voor iedereen. Poepa, naar Cuba, stel je, want ik bedoel, Jasrifi, je kan je toch aanvullend verzekeren en of niet, of basis? Ja, maar in Brieken,
zeg, hoe gaat een Surinamer, een arme Surinamer, die tuinman is bijvoorbeeld, of een bewaker, voor allemaal wat pijden zijn niet. Slanti moest pijs die de man die alle de man die ze en de man nepai imboluku de man SFN. Termijn go adresse die zijn bij. Pe allemaal van money. In na moeilijk tennis. Kijk, als de kapitaal krachtig waren en money werd genaamd, maar je bekam poor money aan de man. Maar de man am ja, no, de man weer suga voor Isabi atnefu Gandhi kon Gandhi bewaka sundro su. Na tienda de mai chago. Daarom ik ja fan toch. Die tak je tak echt toch. Dan dat die Gandhi zo voor de mee wat kan ook. Yushi. Ik op tak zei je Yushi na ga je ai. Ja, no mi ai. En Messi hè, ni de draf hè, pas met we. Me kon. En dan Messi de san, Messi de san hat niet u. Ik heb dan zo lief Messi dat met denken, zo een mooi Zwitser na. Man alasma ube de makandra langa lobby pra non na so so hard de mai sai tege kriol tege bosman kriol tege hindustan hè tak e yo bab bab steek op dape de mai steek op jade mai steek op ano kang u alamala mopo india afrika indonesia nomar op hè sem de wet man dis bem mesandro no mi leisa gesnis bon hè dus dat de man dis moet denk dat je no se met een handje vol mensen alleen 500.000 dat zijn op 5 keer groter als Nederland. Zo men denk grond. Sernang, mi is neo. Permester die na her Surinaamse kaart nou toch. Dus ala den grond o de permester lang de mandale. Ino man bij grond. Dus tramai aanvraag van grond van kavel, maar de man is die na her Surinaamse kaart meer. Nou a her grond prati u hier dat. Tramap 100 hectare, anderen hebben 10.000 hectare. Wat ik zou doen? Ik zou alle notarissen oproepen en zeggen per heden. No one grond voor land die nog mag overdragen en verhandeld worden. Je hebt een land aangevraagd, 10.000 vierkante meter of hectare, sorry. Je krijgt het, maar je moet met een bestemmingsplan komen. Jouw bestemmingsplan zou je doen dragen. Je plan suiker, je kwek kou, je doet. Oké, bakken 3 jaar, je kunt doen controle, kom, grond trekken. Ja. En die nog mag overdragen, grond. Die overdragen pakken, die land die, PVN. Daar heeft show die ze stop. De vervoer die ze stop. Maar de meester den grond. De meester agron. De meester den grond. Toch de staat de meidu. De luka boy Abdul, hè. Toevallig Abdulletje. Nou, maar fiedrape. Abdul. Hai. Mi los tu de manis la 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 la. Luka Abdul. Abdul. Abdul goes krik de man drapa. Montong show drapa Sofia. Ama bedreig de man. Atek grond. Atek den grond. Ama verhandel. Ama ter den grond. Bewees de, hè. Notaris bewijs de. Alla de man is schummel en tangano. Prut de man berikken jong, if boot, look boot herse, moet hij eerlijk. If a man be doen bungo doro, nooit de man boma pura man. Maar a man be de man sabe taki, a man kisa volk reet, hè. A man kisa volk zodanig a podium tal van man be krakti, dat alle man goeien na chepi. Dan nou de man wa moko, uit a chepi, look moet hij het, mister Fiera. Die fene bede, mi bestem je Bouta de Eurocommand, mi weet hij allemaal, stem je NDP. Omdat zij de programma voor Bouta hebben, ze vallen het boende eruit. Aman tak amau sorto ala de VHP'er, de man Furia, minister voor LVP, minister voor OW, balester, allemaal. En mi nee weer minister voor LVP, dan tak no. Mi ego voor a rechtpaar. Mi tegen ala Eurocommand, NDP. Mi steun de man 9000 dollar, mi weet je de man toe bij, Amerikandala. 9000 US dollar, ipotina kasif NDP. Ja, mijn papier af en mijn papier, mijn plus, mijn vriend. Dat is dan komt zo, mevrouw Biram, die lakken, Sandede, Gadoussi, maar Sandede Srivio had een goede contact. Die weet je, idee kom. Die weet je, helemaal te keren, we beginnen aan de plantage, we beginnen aan de suikerrietplantage. Sukru, je hebt van oude, vanaf geboorte tot de dood. Snap je? Investeer in de sandati. Nogo investeer in drugs. Even lijst, ik klaar. Investeer in de plantage, Isabi. En we hadden geen nieuwe arbeiders nodig. We werd ik net strafman, met de man planatje. En we werd ik net zodat die voor bewaakt. Hoe verwacht die de man? We hebben extra onkosten, Isabi. Zijn dingen dat je moet doen in een land. Investeren, exporteren. Look hoe Guyana. Guyana exporteert sukru, Isabi. Nou, want de begin kon er naar India, hè? Bijna zei ik, temmig in de supermarkt, jongen, daarmee lees je, meet in Demerara. Daarmee is Tjegor van Takion, dat is dat man. Net abrasief. Dat is de Uno nog aan het werk.
Poepa, ik had ook een muzikaba hier op de radio, 2 weken geleden. En dan maak ik jullie aan taki wamabe belaf over Dubai. Maar jullie maak ik next morgen sinds de maaf in Oli. Zo, dat was een vaarlijk mooie vraag. Look, Dubai, muzikaba, andere muzikaba, nou een boy, Sami Bekarama, eigenlijk holde vaten klinken het hart. Amana wang, amma bezig altijd etnisch, dat allemaal sabi. Maar goed, over Oli. A Oli dis, minusam, ef usabi, 10 jaar terug, dat vind ik ba. Maar de mannen ben kon zo doorzichtig overeen. En posa Oli kon tapa mark, kan de steden jaren voorbij. Daarom met dat terwijl het gras groeit, sterft het par. Het par kan sterven. Zolang er een plezier ja voor het nyam, ik voor het mande betaalbaar, ala, dat dadelijk Oli vind ik, dis vind ik, dat vind ik. Dat de gaan de rovers die zien. Yo, in ons plan me kikba. Plan me kikba, sa de man is zo doe. Ef de man sa na mak tiara. Maar koon hoek dat de man is kon na mak imoro, nooit moro. Mek de man fene presi na strappo zo. Zo men smak de. Ef de man besoet je brada chiri, justa chiri, je bo fire. Zo de man fire. En mek de man gona strappo, ben de strappo. We strotto ala de man. Mi de zeker, hè. Me bet my life. Dat ef. Aan regering voor Gregory Rusland, Tigri Barba, Chandrika Persat Santoki, kon, dat mij de zeker dat bakat toe 3 jaar allemaal lafu. Omdat de plan voor de man, boekgevaarlijk, luken de man kon aan de plan lening voor 2% per jaar. Isabi, ala de schema, de tapaschedule, nou allemaal opina dadelijk. Natuurlijk, 1, 2, 3 gaat het niet lukken, maar ik denk binnen 2 jaar, dat we kiezen er nou weer op een mooi koers. Want nu, waarom nu naar gaan? Met de minister van je familie in Sedan. De man heeft actie dat ik omsturen 100 euro voor me. Alla wiki. Zo, is je? Dus de man heeft pina en mimo tegen je. Min de nef of mij is toekomen. Enzovoorts. Maar je hebt allemaal. Laat, want bel mij is de netie. Oh, bent u goed aangekomen met dat guy? Attack om, jongen. De man kota licht aan het vijand. Niet alleen gewoon munden naar kantoor daar. Ichara, afzet die rokaat kon karakter dat meer kan dan mijn pijn niet. Maar dat is een financiën afdeling. Dus dat is dan die idee denk ik dat jong aan hafu. Isabi, isab in wereldoorlog, tweede wereldoorlog met drie. Dat voedselpakket moest er naam bij kunnen Holland. Isabi. En no, look hoe ze mij verdien. Holland te verdien. We looken om een dosu abisteni, om een money abra, isabi. En toch de man die zegt kost Hollands van deze. De man moet, ik bedoel, ik kan kosmoman man hebben terecht, natuurlijk begrijp je. Look hoe minolo het man te hebben, omdat Milie zag het hier, dan is dat van de man die in Makan. De man is nooit otron voor jou, nooit. De man is ook naar jou, de man is ook naar jou, de man is ook naar jou. Maar, en de man is een beetje aan jou contact, dus dat is dan de man, de den grandpa, grandma voor nu. Ik heb ook een idee en wakker in de liba. Daarom tsunami en kon die contact van de kies, de jeeën en mopo. Hij over Misikaba. Dus nu komt Misikaba naar een pastoor. Nee, want je bent la femme, dat man betak Dubai. Dat man tak dit zeg, ah meneer Poepa nu, tak oefen naar Oli. Dus mij ben tegen Jaboskopu dat die namens hem. Oké, dan mij ben Jaboskopu ook toe terug. Tak oefen naar Oli, aan een punt eten. Maar voor gebruiking en voor investering in voor roofa olie, dan hebben we probleem bakken. Look hoe mijn money de maar roof jong. En ik zei, minus aan mijn vieratori, liba 400 miljoen die ze dat die. Op mijn man die natori, dan no inbreken. Toen mijn pot, a pot voor de bejaarde des massa lang een pensioen klaar te meren. En nog klant ook jong, voor de eerlijk jong. Dat is mijn begi, mijn geloof naar mijn begi zon toch. Mijn bega zon joh, dat je wijsheid in de maede. Dat de man is zo harteloos. Voor gebruik alle de money van de man, aan de kant. En je doet hoe Sernang ook kon vallen doen. Nou, een gezegende konde, wat natuur draf is zo wabio. Maar de man is naar zo hebben. Look aboy Abraham. Aboy, en ala, bouta we kosi, ala mai kos bouta is terecht. Maar aan de amouara, en de herkelijk drapen, Abrahams, Kranos, noem maar op, Ali Bux, alle de bandits aan de drapen, alle de mandat de omheen. Nu waren we naar Canada, jongen, dat met Brigen, Pegado de man naar Canada, de man naar Ati, de man om
tien score op tien op elkaar score vier rijweg dat met dan want tien flow met dat sang sang psa bakabaya ambulance drego op tien underfoot de man pot infusie en asset ik kan wel asset informeratory underfoot jong. Maar papate, dan ik kijk naar Suriname, dat we zien op televisie 24 februari van een plein druk. Want de man trangen, het is toch afvallig, loopt de man? Zo, dat moet verteren. Mijn lobby radiostation, nou, een vallig populair radiostation, wabi. Staan vast. Ik dat ik kan gaan altijd boeren. Ja. Loko, mooi ja, Tori, precies dan psa. Toevallig, mijn bedden aan meer zorg, dat bijna wel 50 bus komt. Dan mi bedring wan jogo isa pas mi be gasta na pa kawan moi ten. Ta bedring wan jogo, dam si wan bus stop babab. Da wan Hindustane boy bar. Au, hali. Por si mi liga, 100 rupiah mi liga. Da tu mata, ine persoan Hindustane. Ano ala, yo vertale di mi loisra. Say tak, say otak dati. Da, amai tak. Konsnel. Yo fen wan barki, yo fen wan paket nyang, nang yo fen tringi. Da frou long konyo, da wan frou be abuan baby tumu. Da amat tak ini Hindustani teka baby afro teka baby amale da ya babon brand wakil sanobe man shibung na tiki ama me waka de ma hara ma ina bespotu dus de ma chade mango panya dra pena refo plane madam oferteri morolek 60% haitiane bede cubane bede na wan deel brasiliane bede echte surinamers zonder steekpere zonder de pakket echte boutaman beter ongeveer 3 tot 400 man. Totaal boven voor BDR. Ik denk aan de 5000 man terug BDR. Naar misgatting enzovoort. Meer rijpsa, bakasie, drapen. Dus, alle de mannen huurden. Ik moet de bouten en baron vergadering. De mij voetbus, met bus, nyan, dringen, alles. En ik wil nog de mij pina. Dat ben ik aan zitten, de mij pina toch. Dus de mannen bij pina, de mannen bij de mij moko nikeri, de mij wallo nikeri aan na foto jong. De man chade man kon de man jide man moni, man de man lip de man de man o chade gwe baka. Alla de trakte dat je zeni tol. En de man jide... Pupa, dis alla de teori dis je jere, tak de man chade man pupa ni keri kong, na vergadere dan de man lip de man na foto. Ja, de man lip de man. Da waf de man bel wat tra man, da ma fia fia he. Da te tak luku yongo de saka man charu nu kong, nong de man woroko mopo, dis atwee de lisi, nong suku verfoer gwestere van ni keri. Het is de tweede keer hoor wat dit gebeurd is. En alle de man die staat in mij komt. Naar de huurling. Daarom ben ik ook toe via mijn Facebook. Met tegening. De non-paniek. Want zelfs dan maar ik paniek snel. Alle die Haitian. En ik heb om een Haitian. Naar een Cubane. Ik kon ook per pleur. Volle vlucht de mij charter kon. Op dat zijde. Wou dat poten in bakate idee. Dadelijk oud je de man is A. Nationaliteit. En dat de man op stemrecht. Dat staat de man doen. Bijvoorbeeld aan mij twijfel dat ik aan mijn winning corona en corona heb toedoen libisma. Dat mij schreef 3000 libisma drapen. Dat de man dat de stem NDP dat de toesturen naar van man. Zo aan mij doen we naar binnenland. Hè. Binnen hem moest konden we brada voor nu. Die pali winning, want in het verleden de man voerig bij naar de stemrechten. Laten we dat samen contact zien. Maar, nou de, staat de man doen, de man bouter ze sabi. Aman aanhang stabiel, tak aman dasa verkiezing ba. Aman klarig ba. Het is al een nul voor hem. If luko, peepas tenf me tire sa me tegi brada. If bouta kis moro lek sibi sturu, da ma fem bung furu. If aman of furu nang a fraudere, if, want aman do alles op alles stop, omdat aman sabi, tak aman lasa verkiezing dislisi. Da aman bas trap oso. Oké, Buba, mi want ik wil serieus door aan jou. Nikeri ap vijf zetel, om een zetel NDP wat ik dan Nikeri? No one of any. Look hoe mis dat. Adem ap twee jaar, adem ap twee na Nikeri, maar dus de man wat ik no one? No one, de man of any. Dan breng je. No one, omdat zeg je, ap volle kon no, de mij verte, de mij bel me, de mij tegen dat, de mij van een parkie, tru parkie, voor beroep van vraag. Afvraag aan de next, in een paniek met tegen ap volle. Puskriki, de mij van tubarki, dribarki, en na pina tendisi. Zumano wana tubarki, dribarki, de mantak matte, de bouw in de hoop. Dan de man sabi, mi de kande, luku fa peifi, mi de kande, is a monitor. Kande wang de man kan. Dame psanikeri, dame ka koroni, tu drape,
gemeente Bos. Ik denk dat hij, ik denk dat hij, ik denk dat hij, bon, ik denk dat hij, ik denk dat en me denk ik dat ik een zetel naar buiten draf. Oké. We gaan Sarah Makadrape naar de N3. Om je de moeder te roken. No one of buiten. Next, no one. No one zetel amane poer naar Sarah Makadrape. Omdat zij de lijsttrekker aan het kwam malu of jogi of kwam de moeder. Of kwam palek leerman. Kwam kwam boy zijn alas malo bama. Misaba mane mamino mame ken bekend is. Oké, dat Paramaribo 17. Om in de boven van de rapin Paramaribo dan? Ik denk pas 17 testen naar papolek voor NPS, naar ABOP, naar PAP. Ik denk kande aan mijn campagne wandrapen. Kande. Waar in Paramaribo? Het negen, maar ab negen in Paramaribo, hè? Ja, misavi. Maar als dan onder ons vallen, verrassen, one single Paramaribo kan dat moeten. Oké. Okay. Om dat te doen, me afvoeren contact met de libisme. En me interviewen is voor risico. Allah malai kos NDP. Allah malak. De man is gefrustreerd. Ik ben chasho, staat in mijn beetje 17 februari. Ja, tuurlijk. Is me? Dat ik ben chie om eens maar bedraven. Ik ben chie om eens maar bedraven aan olifant. Ja. Jongen. 23.000 man, maar ik ben 15.000. Maar je bent hier op dat plein 24 februari in tak 4, tak van Ogrim, tak van Boon. Ja, nou met tak van Boon. Ik denk, dus waarom man zou stem die NDP daarvoor naar de Haitian, die man van een paspoort, maar op stemrecht. Maar ik denk, kan de man 3.000 tot 5.000 man. Mijn brief moet op zijn daar. Omdat de man met haar foto heel professioneel. En ik bereken dat zo'n huurling. En dan denk je, alle de moslim die bouwt. De massa de man laai de krabu. Ik heb de krabu en moppen de man laai tjeng naar bari. De man is zakken snel. Precies zo. De man pik de man aan meer zorg. Ook vooral snel. Dus dat natuurlijk niet. Oké. Meneer Poepa, we orange af die de. En dan we bel je bakken snel voor de reactie. Want ik heb fans. Oké, dankjewel. Henk Pallé, Merelketas, Poepa. Er is de middaguitzending hier bij. Wat zou ik doen? Ik was van, ja, ik weet het niet. Ik praat gewoon met... Stan Foster Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Stan Foster Radio.